In Amerika is een grote stap gezet in de strijd tegen de opwarming van ons klimaat. En Remco, dat is een succes voor Joe Biden. Zeker. Het is Biden gelukt om een ambitieus klimaatplan aangenomen te krijgen in de Senaat. Maar dat ging wel heel moeizaam. Er wordt $369 miljard geïnvesteerd. Dat is natuurlijk een gigantisch bedrag, maar veel minder dan Biden aanvankelijk wilde. En het was kantje boord, want het hing allemaal maar om één stem. En dat leidde er zelfs toe dat klimaatactivisten een dwarsliggende senator tot in de wc achtervolgden. We need solutions. The Build Back Better plan has the solutions that we need. We knocked on doors for you to get you elected. And just how we got you elected, we can get you out of office if you don't support what you promised us. Nou, uiteindelijk kreeg het plan dus wel de kleinst mogelijke meerderheid. Het is de bedoeling dat de CO2-uitstoot van de VS voor 2030 met 40% vermindert. En dat gebeurt als volgt. Door minder belastingheffing op elektrische voertuigen en schone energie. Er komen fondsen voor het schoner maken van de zware industrie en subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen en warmtepompen voor particulieren. Want ook in de VS merken ze dat de aarde flink opwarmt. Bijvoorbeeld bij het bekende Salt Lake in de staat Utah. Want dat meer, dat droogt op. Climatologists blaming unrelenting high temperatures and a record western drought made more severe by climate change being blamed for the lowest water level ever seen in Utah's Great Salt Lake. There's lots of toxic minerals. As our winter storms come through and whip up some of this toxic material, i.e. arsenic plus many others actually, that's going to be deposited over into the Wasatch Front. Ja, Remco, honderden miljarden gaan ze dus investeren. Hoe belangrijk is het dat ze deze stap nemen? Nou, het is mondiaal gezien natuurlijk wel een belangrijk signaal. Want misschien wordt op deze manier ook andere landen gestimuleerd om ook in actie te komen. Een land als China bijvoorbeeld. Dat zegt bij monden van hun leider Xi Jinping wel dat ze iets willen doen. Maar het levert nog niet zo'n concreet plan op. En hier in Europa wordt natuurlijk ook deze zomer weer geconfronteerd met klimaatopwarming. Zuid-Europa is echt ontzettend droog aan het worden. Dat komt omdat de subtropen, zeg maar de Sahara even simpel gezegd, dichterbij komt. En die hele hete dagen die wij af en toe hebben, die veel heter zijn dan vroeger. Ja, dat is allemaal zuidenlucht, die komt allemaal uit Spanje of zelfs uit de Sahara. Ja, subtropen komen dichterbij. Nou, de komende dagen zeker, toch? Zeker, ja. Die hittegolf zit er zeker aan te komen. Het KNMI spreekt van een hittegolf als het 5 dagen boven de 25 graden is. Waarvan dan weer 3 boven de 30. En daar lijken we inderdaad op af te stevenen. De langdurige droogte in ons land lijkt tot allerlei grote en iets minder grote problemen. Afgelopen zaterdag bespraken we hier nog de economische schade van de lage stand in onze rivieren. En een iets kleiner issue, maar wel vervelend in deze vakantieperiode, is de blauwalg die voortwoekert in onze zwemplassen. Als de omstandigheden voor de blauwalg goed zijn, dus vaak warm weer, stilstaand water, veel voedingsstoffen in het water, dan komt die heel erg tot bloei. En dan kan je buikpijn krijgen of pijn in je hoofd, last van je ogen, huiduitslag. Ja, oké. Okay. Maar we zien in Amerika giftige stoffen in Salt Lake. Ja. Bosbranden in Zuid-Europa, ja, dan is dit klein bier, toch? Ja, dat is allemaal wat grotere schaal. Dit is inderdaad een beetje klein. Maar in ons land is het weer de grote uitdaging om te gaan met zowel heftige buien als langdurige droogte. Lastig van klimaatverandering, die ook een beetje paradoxaal. En meer neerslag en meer droogte, alleen niet tegelijkertijd. Die neerslag die valt ook in kortere tijd, die valt ook heftiger. En de verdamping kan dat als het ware niet bijhouden. Vandaar dat het op meer plaatsen droog is. Maar waar het regent, dan regent het harder. En als we naar de weersverwachting kijken, dan zal het de komende week ook weer vooral de droogte zijn en niet de nattigheid die ons bezig zal houden. Ja, en als je dan toch de nattigheid opzoekt, een beetje oppassen met zwemmen met de blauwalgen. Precies, toch? Yes. Dankjewel, Remco.